Een goede middag gewenst aan alle die hier aanwezig zijn en die zij die via de livestream meekijken. Ik open hier bij deze academische zitting waarin mevrouw Van der Brugge haar academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Multimodal Assessment of Arterial Stiffness, Focus on Methylgliocal. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaten tot haar verdediging, zal de laatstgenoemde een kort overzicht geven van de door haar verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Dat is met u afgesproken zo, hè? Goed, dan verzoek ik u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte leden van de corona, beste collega's en lieve vrienden en familie. In het komende kwartier neem ik jullie mee in het onderzoek wat ik de afgelopen 4 jaar heb uitgevoerd en wat geresulteerd heeft in het proefschrift getiteld Multimodal Assessment of Arterial Stiffness, Focus on Methylglyoxal. Of zoals u wilt in het Nederlands, arteriële vaatverstijving vanuit meerdere invalshoeken onderzocht met de nadruk op methylglyoxaal. De oplettende lezer zal gezien hebben dat het proefschrift verdeeld is in 2 onderdelen. Allereerst gaan we in op het meten van de vaatstijfheid, wat een proces is wat misschien simpel lijkt, maar toch wat haken en ogen heeft. In het tweede deel van de thesis zullen we ingaan op de rol van methylglyoxaal op deze vaatverstijving. Als we beginnen bij het eerste deel, wil ik uw aandacht trekken naar 2 belangrijke componenten van de vaatwand. En hoewel de vaatwand uit meer componenten bestaat dan alleen deze, hebben wij ons in dit proefschrift met name gericht op de rol van collageen en elastine. Elastine is een soort rubberachtige structuur in de vaatwand die ervoor zorgt dat met elke pompkracht van het hart een arterie goed en makkelijk kan uitzetten, maar ook weer kan terugveren. Terwijl collageen een stuggere structuur is die ervoor zorgt dat de vaatwand hoge drukken kan weerstaan en niet zoals een ballon uiteen zou knappen. Naarmate mensen ouder worden, verstijft deze vaatwand. En dat leidt ertoe, of dat ziet er zo uit, dat elastine gefragmenteerd raakt en er relatief minder van is, terwijl de collageen de overhand neemt en de collageenbundels die in de vaatwand zitten ook minder makkelijk langs elkaar heen kunnen schuiven omdat ze aan elkaar vastzitten als het ware. Het meten van de vaatstijfheid is geen evident proces. De relatie tussen bloeddruk en diameter wordt weergegeven in de rechtercurve van deze grafiek. En wat ik graag wil wat u onthoudt van die curve, is dat de steilheid van de lijn in dit geval de stijfheid van het bloedvat weergeeft. En dat betekent dat als u in het linker gedeelte van de curve kijkt, de stijfheid van het bloedvat daar minder zou zijn dan aan de rechterzijde van de curve. Voor het verdere verhaal zal ik me richten op met name het rechter gedeelte van de curve, omdat dit ook de bloeddrukrange is die met het leven verenigbaar is. En als we daarop inzoomen, dan zal ik u meenemen in een uitdaging waar we voor staan als wij vaatstijfheid meten in de kliniek. En dat is namelijk dat de vaatstijfheid grotendeels afhankelijk is van de bloeddruk. En dat betekent dat als we vaatstijfheid meten in mensen, dat we gebonden zijn aan die bloeddruk en dat we deze hele achterliggende curve eigenlijk niet weten, maar dat we enkel inzoomen op een deel van deze curve, zoals met het vergrootglas weergegeven. Maar als u dan onthoudt dat de steilheid van de lijn de stijfheid van het bloeddruk, als u dan onthoudt dat de steilheid van de lijn de stijfheid van het bloedvat weergeeft, dan kunt u zich voorstellen dat als ik meet bij een hogere bloeddruk, dat die steilheid toeneemt en daarmee de stijfheid van het bloedvat ook hoger is, terwijl dat in hetzelfde persoon gemeten zou hebben. Wat we daarop gevonden hebben is dat we vaatstijfheidsmetingen terugredeneren naar een vaste bloeddruk die voor iedereen gelijk is. En dat rekenen we uit en terug naar een bloeddruk van 120 over 80 bijvoorbeeld. En zo kunnen we, onafhankelijk van hoe de achterliggende curve eruit ziet, altijd op hetzelfde bloeddrukniveau kijken naar de vaatverstijving. Nou is dit heel zinvol in klinisch onderzoek, maar als u teruggaat naar de collageen- en elastinestructuren, kunnen wij hieruit niet afzien wat het nou is wat er verandert aan de vaatwand. En daarom hebben we in hoofdstuk 4 een setup gepresenteerd wat het mogelijk maakt om de vaten uit hun lichaam te isoleren en in een opstelling bloot te stellen aan situaties die lijken op de situatie in ons lichaam. En wat we in dit systeem kunnen doen is de druk opleggen en de diameter meten met behulp van echografie.
En we kunnen dan eenzelfde soort curve reproduceren. En wat we gedaan hebben in hoofdstuk 4 is de bloeddrukrange langzaam op en weer langzaam terug laten lopen, wat een grijze curve is in het rechte figuur. Maar als we vervolgens een kloppende bloeddruk op zo'n vat loslaten, zoals dat ook in ons lichaam het geval is, dan ziet u aan die kleinere lusjes dat de steilheid van dat lusje toeneemt en dat de stijfheid van een bloedvat dus anders is als je het met een kloppende bloeddruk meet in vergelijking met een rustige bloeddruk of een langzaam oplopende bloeddruk. Nou, dat geleerd hebbende neem ik jullie mee naar het tweede deel van het proefschrift, wat ingaat op de rol van methylglyoxaal in de vaatstijfheid. Methylglyoxaal is een hoogreactief stofje wat zowel in de voeding kan binnenkomen als door het lichaam gemaakt kan worden. En wat zich in het lichaam kan binden aan bijvoorbeeld eiwitten, en dat doet het overal, maar ook in de vaatwand. En daar zorgt het voor de crosslinking van de collageenstructuren die ik u eerder heb laten zien. Een vermindering van het elastine en ontsteking van de vaatwand. En dat proces tezamen maakt dat een vat zich stijver kan gaan gedragen en dat de bloeddruk-diameterrelatie er dus anders uit zal zien. We hebben de rol van methylglyoxaal in vaatstijfheid onderzocht op verschillende manieren. En de eerste manier is met behulp van de setup die ik jullie heb gepresenteerd. En dit was een onderzoek uitgevoerd in muizen. In deze studie hebben we een hoge concentratie van het methylglyoxaal aan het drinkwater van muizen toegevoegd. In de ene groep en de andere groep kreeg een normale drinkwater toegediend. We hebben tijdens de verloop van deze studie een aantal keer de bloeddruk en de vaatstijfheid gemeten. En helemaal aan het einde hebben we de bloedvaten uit de muis geïsoleerd en getest op onze opstelling die ik jullie heb gepresenteerd. Wat we zagen is dat we goed in staat waren om de methylglyoxaalniveaus in het bloed te verhogen. En in deze figuren zijn de zwarte balkjes de groepen met een hoge concentratie methylglyoxaal en de grijze groepen de controles. En we zagen ook dat na 11 weken de bloeddruk van deze muizen omhoog ging als ze methylglyoxaal in het drinkwater hadden gekregen. Wat we niet zagen is een verhoging van de polsgolf of van de vaatstijfheid. Al met al waren we dus in staat om de bloedconcentratie van methylglyoxaal te verhogen. Dat ging gepaard met een verhoging van de bloeddruk, maar niet met de vaatstijfheid. We hebben de relatie tussen methylglyoxaal en vaatverstijving ook onderzocht in mensen. En dat is weergegeven in hoofdstuk 7, waarin we eerst data van de Maastricht-studie hebben gebruikt. Dat is een groot cohortonderzoek wat hier in het zuiden van Limburg wordt uitgevoerd en wat kijkt naar de complicaties van type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. En wat we hier gedaan hebben is de methylglyoxaalspiegel in het bloed gemeten en gekeken of er een relatie was met vaatverstijving. En dat hebben we gedaan met zowel de normale metingen die gedaan worden als door de bloeddrukgecorrigeerde maten die ik jullie eerder heb laten zien. En wat we vonden was dat meer methylglyoxaal in het bloed niet per se leidt tot een hogere vaatstijfheid. Nou is er ook een vitamine genaamd pyridoxamine die ervoor kan zorgen dat de methylglyoxaal levels in het bloed dalen. En mijn collega van de interne geneeskunde heeft een onderzoek opgezet waarin we pyridoxamine hebben gegeven aan mensen in de vorm van een tabletje. En de ene groep kreeg daarbij een placebo-tablet, dus iets wat geen werkzame stof bevat. En de andere groep kreeg pyridoxamine toegediend. En wat we in die studie zagen is dat een verlaging van de methylglyoxaalspiegel in bloed kon worden bewerkstelligd. Maar dat ook dit niet leidde tot een verandering in de vaatstijfheid. Al met al laten we in dit proefschrift zien dat er voor bloeddruk gecorrigeerde stijfheidsmaten van toegevoegde waarde zijn in de dagelijkse klinische zorg. En dat het meten van vaatstijfheid buiten het lichaam als voordeel heeft dat je de vaatwandstructuur en het gedrag beter kan onderzoeken. Nou is u wellicht opgevallen dat we in het proefschrift met name hebben gekeken naar de methylglyoxaalniveaus in het bloed. Maar methylglyoxaal kan ook in de cellen worden gevormd. En daarom zou wat mij betreft het nieuwe onderzoek zich moeten richten op het effect van methylglyoxaal gevormd door de cellen in de wand op de vaatstijfheid. En dat gezegd hebbende wil ik u bedanken voor de aandacht. Geef ik graag het woord terug aan de prorector en kijk ik uit naar de komende discussie. Dat is mooi, want u geeft het al vroeg terug aan mij. U bent mooi klaar, op tijd. En dat betekent
eigenlijk, als ik kijk, 6 minuten voor het kwartier bent u klaar, dat alle afspraken die wij gemaakt hebben over de tijdbesteding tijdens de oppositie, allemaal verhoogd mogen worden met die 1 minuut. Dus neem uw tijd. Dank daarvoor. De discussie kan daardoor mooi verdiept worden. De discussie wordt geopend door professor Kroon. Hij is internist en hoogleraar vasculaire geneeskunde. Hij was lid voorzitter van de bewaringscribbeoordelingscommissie. Professor Kroon. Dank u wel, geachte promovenda. Van harte gefeliciteerd met het mooie boekje. Ik heb het met genoegen gelezen. En niet in het minst omdat het eigenlijk een van mijn leeropdrachten is. Vaatstijfheid bij hypertensie. Dus ik was zeer geïnteresseerd in hoofdstukje 2. En daar wil ik over een paar dingen met u over discussiëren. En eerst gewoon even een hele kleine vraag. U maakt gebruik van die CATOD-studie. Ik denk carotis target organ damage, dat betekent. Daar gebruikt u een gedeelte van de patiënten van, dat snap ik ook. 147 patiënten hebben een follow-up meting, maar u gebruikt er maar 126. Waarom mis ik 21 patiënten, waarom neemt u die niet mee in uw studie? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vriendelijke woorden en ook voor de vraag. Er is een deel van de patiënten weggevallen, waarbij we niet genoeg data hadden of niet alle data hadden om de bloeddruk gecorrigeerde vaatstijfheidsmaten uit te rekenen. En we hebben ervoor gekozen om alleen de patiënten mee te nemen waarin de volledige dataset compleet was. Dus die zullen daar verloren zijn gegaan. Okay. Nee, goed, het is niet heel erg belangrijk, want uiteindelijk gaat u met die 126 patiënten, doet u uw set. En u laat ook zien dat er eigenlijk niet zoveel verschil is in de patiënten waar de hele studie mee begonnen is en deze 126. Dus, maar goed. Dan ga ik even naar tabel 2.1 op bladzijde 28. Daar laat u bloeddrukken zien. En dan zegt u op baseline hebben de patiënten een bloeddruk van 142/82 gemiddeld genomen en bij follow-up 141/79. Daar is niet veel verschil, denk ik, dan. De meeste mensen zijn behandeld met antihypertensiva. Welke antihypertensiva zijn in deze studie gebruikt? Weet u dat? En hoeveel? En met hoeveel bedoelt u dan de hoeveelheid verschillende antihypertensiva? Hoeveel verschillende klassen van ESRM's, calciumantagonisten, diuretica? Ik vind, het valt me op dat het zo weinig is. We hebben bijna 3 jaar follow-up. En dan gaat de bloeddruk nog niet een millimetertje naar beneden. In deze studie hebben we niet specifiek uitgezocht hoeveel antihypertensiva iemand gebruikt. Dus hoeveel verschillende klassen die gebruikte. Maar u corrigeert er wel voor, hè? 0, 1 en 2 zie ik ergens staan. Ja, ik bedoel meer te zeggen dat ik niet heb uitgezocht. Ik heb gecategoriseerd of iemand een antihypertensief middel gebruikt, ja of nee, en hoeveel dan. Maar niet of dat een ACE-remmer was om mee te beginnen, of een beta-blokker, of anderszins. Mm-hmm. Maar ik ben inderdaad met u eens dat die bloeddrukverlaging, die is niet heel groot. Okay. Hoe dat komt, durf ik zo uit het hoofd even niet te zeggen. Ja, daar was ik al bang voor. Maar dat doet er niet zo. Ik was al bang voor. Ik dacht dat ook de verklaring zou kunnen zijn. Dan een detail waar ik toch nog even met u over wil hebben, is de oscillometrische meting. Oh. Want u meet uw bloeddruk, of de mensen waarbij die de studie gedaan hebben, waarvan u de data gebruikt heeft, meten de bloeddruk met een oscillometrische meter. Daarvan weet u dat u de MAP meet en de systole en de diastole berekent. Denkt u dat hè, want op enig moment gaat u in uw model 1 weer corrigeren voor de MAP. Uh-huh. En dat zal een andere MAP zijn dan
die gemeten is met het apparaat, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Leidt dit tot problemen? U bedoelt of ik gekeken heb of de map die ik berekend heb en de map die uit de oscillometrische meting... Kent u de map die uit de oscillometrische meting komt? Of meestal is dat namelijk niet zo? Nee, nee. Nee, die map... Die heeft dat u is niet. De map nee. die ik zelf berekend heb. Oké, okay. Ja, en dat kan dus een verschillende zijn. Dat kan dan zijn, inderdaad, hè, want, ja. Helaas zit daar een algoritme in wat we meestal niet ter beschikking krijgen in die machines. En dat kan wel eens tot problemen leiden. Ja. Zou dat verschil in data kunnen verschil in uitkomsten kunnen opleveren, denkt u? Het zou kunnen inderdaad als die map er dan in dat geval anders uit had gezien. Ik denk wel... Kijk, dit hoofdstuk heeft als doel gehad om aan te tonen dat die bloeddruk gecorrigeerde maten inderdaad onafhankelijk zijn. Mm-hmm, mm-hmm. En in dat opzicht denk ik dat het niet heel veel verschil had gemaakt hoeveel de map dan hoger of lager zou uitvallen. Maar het was misschien wellicht wel netter geweest om die map mee te nemen, omdat dat natuurlijk, je bent dan gebonden aan de methodologie die gebruikt is in de studieopzet. Dus dat is wel een goede om mee te nemen. Ja. En dan, want u geeft al zelf de voorzet. U zegt tegen mij van het gaat eigenlijk over bloeddruk onafhankelijkheid. Nou, daar moeten we dan ook even, wil ik het graag even met u over hebben. Want u corrigeert als het ware uw bloeddruk u normaliseert uw uitkomst van de stijfheid voor 100 mm kwik. Mm-hmm. Waarom kiest u 100 mm kwik? Waarom niet 120? Of waarom niet 90? Is daar een gedachte achter? Nou, die 100 mm kwik is nu meer gekozen om uniformiteit te houden over verschillende studies. Mm-hmm. Je kan in theorie elke referentiewaarde kiezen. Mm-hmm. Dus het had ook berekend kunnen worden bij een bloeddruk van of bij een druk van 120 mm kwik. Okay. Maar dit is meer gekozen voor de uniformiteit tussen verschillende studies. En dan lees ik door en dan meet u ook nog een intima media dikte. En de intima media dikte die corrigeert u voor 80 mm kwik. Mm-hmm. Dan snap ik het niet meer. Omdat als we de bloeddruk gecorrigeerde maat uitrekenen, dan berekenen we die uit vanuit de diastole. Dan neem je dus een bloeddruk van 80 als referentiewaarde, als soort van onderdruk, of ja, onderste druk. En dan bereken je eigenlijk je curve terug omhoog. Dus dan heb je die PREF is eigenlijk je gemiddelde waarde en dan ga je vanuit die diastole bloeddruk terug omhoog rekenen. Ja. Maar dan, waarom 80? Omdat we ervan uit zijn gegaan en dat de fysiologische... Maakt dat verschil dat u de ene corrigeert voor 100 en de andere voor 80? Ik weet niet of ik dan helemaal snap wat u bedoelt, of u de ene corrigeert voor 100. Nou ja, je corrigeert de IMT voor 80. En je corrigeert de... stijfheidsmaat, een beta 0 voor 100 mm kwik. Ja, omdat je de IMT dus inderdaad corrigeert voor de diastole druk. Ik weet eigenlijk niet of dat heel veel verschil zou maken. Ja, ik heb er heel lang zitten turen, tot vannacht 1:30, maar ik kom er niet uit. Dus daarom dacht ik van, nou, ik ga het aan de expert vragen. Ja, ik heb dat niet, uitgezocht, nee, of dat verschil zou maken. Oké. Okay. Dan laten we dat even in het midden. Misschien zitten aan de overkant dat nog experts die dat voor ons gaan uitzoeken. Dan als laatste over de karote, over de stijfheid. Hè. U heeft de stijfheid in de karotes gemeten. En dan zegt u van, nou, de normaal gemeten verandering in de stijfheid, die is geassocieerd of die is gecorreleerd met de deltamap. Mm-hmm. De delta CPWV is gecorreleerd met de delta. Mm-hmm. En als ik de gecorrigeerde gebruik, dan is dat niet het geval. En daarom zegt u, de gecorrigeerde is mooi, die kunnen we gebruiken in de kliniek, die is bloeddruk onafhankelijk. Maar dan kijk ik eens eventjes naar de beta's van de correlatie tussen de delta MAP en de delta CPWV van beide. Nou ja, die beta's die zijn wel wat verschillend, maar de confidence intervals, hè, dat staat op bladzijde 28 onder het kopje carotid stiffness,
Die confidence intervals die overlappen elkaar als in, nou ja, helemaal eigenlijk. Uh-huh. Mag u nou zeggen dat dat verschillend is? Ik heb daar mijn twijfels over. Hè? Want het confidence interval loopt van 0 tot 0,045 en bij de gecorrigeerde van min 0,04 en naar 0,003. Ja, dat overlapt elkaar hartstikke. Is dat nou significant verschillend als je het op die manier uitrekent? En u zegt alleen maar dat de correlatie significant of niet significant is. Maar het verschil tussen die twee lijkt mij niet significant. Maakt het dan uit wat u gedaan heeft? Nou, ik denk dat het wel aantoont dat op het moment dat je corrigeert voor die bloeddruk... Die bloeddruk gecorrigeerde stijfheidsmaat is niet afhankelijk van de MAP. Ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is. Of je mag zeggen of dat dan dusdanig verschil maakt of als die confidence interval zo overlappen. Oké, dan moeten we nog eens even samen over studeren of dat... maar dat gezegd hebbende, dank ik u voor de discussie en geef ik het woord terug aan de professor. Dank u wel, dokter Kroon. Professor Kroon, ik zou die afspraak in ieder geval niet na 12 uur 's nachts doen, want alles wat je daarna doet, dat maakt het niet helderder. Misschien is dat ook het probleem van professor Kroon geweest, zit die vannacht om 1:30 dan nog voor zat te denken. Goed, dank. Now we switch to English, and maybe professor Fernandez, you must have missed my announcement, but she left us some additional time, so you may add to your original time schedule 1 minute for your contribution. And on the clock you can see when then the time you ends. Professor Fernandez Alfonso, she's professor of pharmacology at Complutense University of Madrid. And she was a member of the manuscript assessment committee. Professor Fernandez. Thank you very much. So thank you. I have enjoyed a lot reading your work. And now I would like to ask you some questions and some doubts that I have. So I would like to start with a general question regarding MGO. You are always measuring MGO in plasma. So to what extent do you think plasma MGO levels are reflecting what is happening in the tissues? Highly esteemed opponent, thank you for your question. Also thank you for the efforts to come here in person today. So what the difficulty is about that question is that I think most of the MGO that goes from the blood and or the plasma into the vascular wall will react with proteins and will end up as an advanced glycation end product. So I think in general the plasma MGO levels are higher than the levels in the vascular wall. Okay, so would it be possible to overcome the situation, to measure in tissue? If you say you cannot measure MGO in tissue, would it be possible to measure glyoxylase activity maybe as an indirect measurement of I think it is possible to measure MGO in the vascular wall, and with some of the experiment, mainly the animal experiment, we try to do that as well. The difficulty with that is that the detection technique for methylglyoxal requires quite some tissue. And if you just take the carotid artery, it's a relatively small amount of tissue. Mm. So you would need to pull the data and then measure MGO. So that would be possible, but it's not something that we did at this stage. And then indeed, it is a fair point that you could measure glyoxylase one as a mechanism to reflect how much, that would be possible. It's not something that we took into consideration so far. Mm-hmm. And regarding the mice study with a high dose of MGO treatment, have you controlled the water intake or urine amount so that, do they show differences in water intake? So in the dose of MGO that they are really taken in? Mm-hmm. I didn't correct for it in the analysis, but we did take it into account. There were a limited number of animals within each cage, and then it was
measured how much water there was, and it was regulatory refreshed. So that was taken into account, but I didn't correct for it at this point. Mm-hmm. And also in this model, how would you explain the body weight increase of the MDR-treated animals? Yeah, that is difficult. I'm not quite sure why they have an elevated body weight. Maybe it has something to do with the metabolism that gets altered after time, because we just measured the vascular stiffness, but of course the methylglyoxal has tons of other effects within the body, so maybe the metabolism is different or disturbed in these animals. That could be one explanation for the increase. Mm-hmm. Then I would like to ask you some question regarding to the pyridoxamine supplementation in patients. You have nicely shown that the supplementation reduces MGO and MGH-H1 levels in plasma. Would it make sense to determine the pyridoxamine levels or the B6 in patients? I'm not quite sure if the level of pyridoxamine within the blood would reflect the same thing, because now we added it as a sort of a medicine to the patient, and I'm not sure if we measured the exact pyridoxamine concentration. No, but I mean in untreated patients. Mm-hmm. So if there is a correlation between MGO levels and pyridoxamine levels in different subgroups of patients, or in this case of healthy obese patients. Yeah. Yeah, I think it would be interesting to see if there is a correlation between the amount of MGO and then the amount of pyridoxamine. It is something that you would ingest via food. So, and then also the diet takes a big role, which is also true for the MGO, but MGO can also be formed within the cells. So I think it's worth measuring, but I'm not sure if it will, I'm not truly convinced that it will make a huge difference. Mm. Okay, well, and then one last question, and maybe more philosophical. I mean, you have in some chapters you have negative results, so that means, I mean, you have done your experiments and you don't find positive effects, and there is always this difficulty of publishing this type of information. So we're doing research, we're generating knowledge. So do you think that this difficulties in publishing negative results, is this science? Is this okay? Should we change this? Well, if you personally ask me, I think it's not okay, because I think the null findings that we have in these cases are quite important. Also, if you think about new study designs, because apparently it's not working in this way, but it might give you directions for future research. So yeah, I think it's quite difficult, and it's not really the fair way to go, but it is how it works in most cases. Mm. Yeah. Yeah, maybe we should change it. Well, thank you very much for the discussion. Thank you. I give the floor to the chair. Thank you, Professor Fernandez Alfonso. Then the opposition will be discussed, continuing in Dutch. We gaan dus weer verder in Nederlands met Dr. Gijzen. Hij is universitair hoofddocent in de afdeling biomedische engineering in Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dr. Gijzen. Dank u wel, meneer de prorector. Beste kandidaat, ik wil graag beginnen met u te feliciteren met het resultaat dat u in een boekje heeft neergelegd. Het is een mooi stuk werk geworden. Ik wil graag met u discussiëren over hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk gebruikt u inflatietesten om drukken te meten en diameters te meten van de carotide van muizen. En u doet dat onder verschillende axiale voorrekken om te kijken naar de verschillen van vaatwandstijfheid onder statische en dynamische belastingen. En ook onder verschillende voorrekken, dat interessant is. U ziet daar best redelijke verschillen in, dat was nogal verrassend, vond ik. En ik wil even beginnen met een aantal vragen over de opstelling zelf. Ten eerste
is zo'n opstelling natuurlijk gebouwd om zo nauwkeurig mogelijk en reproduceerbaar mogelijk metingen te doen. Toch is er nog een variatie die u kwantificeert met die coefficient of variance van ongeveer 20%. Stiekem hadden we natuurlijk gehoopt dat dat iets lager zou zijn. Waardoor is die toch relatief hoog, die variatie in de metingen die u heeft? Wat is de belangrijkste factor daarbij? Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw vriendelijke woorden en ook voor uw vraag. Ik denk, er zijn eigenlijk meerdere aspecten aan. Enerzijds hebben we deze studie gedaan op vaten die van surplus dieren afkomstig zijn. Dat wil zeggen dat niet alle muizen dezelfde achtergrond hadden en dat je dus als je een vaatstijfheidsmeting doet daar verschil in kan zien afhankelijk van of een muis oud of jong was en of het een bepaalde ziekte achterliggend had of niet. En daarbij komt ook nog natuurlijk de opstelling aan zich kijken. Wat we zo goed mogelijk proberen is de druk te reguleren. Maar wat we wel eens gezien hebben tijdens de metingen is dat met name als een vat wat lek is of als er bijvoorbeeld luchtbellen in het systeem zitten, dat het moeilijker is om die drukgolven goed onder controle te krijgen. Dus dat zijn eigenlijk denk ik twee belangrijke dingen die ervoor zorgen dat de coefficients of variation rond de 20% liggen in dit geval. Maar dat zit dus opgesloten in de variatie tussen de muizen. Dus je opstelling is waarschijnlijk ietsje beter dan dat getal doet vermoeden. Nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik heb dat niet op die manier getest. Maar ik denk zeker wel dat het eraan bijdraagt. Ja. En dan een tweede vraag over de opstelling gaat over de frequentie waarmee u de drukken verandert. Bij muizen ligt de hartfrequentie ongeveer op 600 beats per minute. U gaat tot de helft ervan. Waarom bent u niet naar die volle 10 hertz gegaan met uw opstelling? De opstelling die ik op dat moment gebruikte, daar was het lastig mee om dusdanig hoge frequenties om daar een betrouwbare drukgolf vanuit te sturen. Dus wij zijn ervoor gegaan om dat tot 10 hertz te meten. Het is inderdaad zo dat de muizenhartslag hoger ligt dan dat. Maar dat was technisch in deze opstelling nog niet mogelijk. En wat was het probleem? Met name denk ik, het hele systeem zorgt ervoor dat er een drukgolf vanuit, die gegenereerd wordt door een luchtdruk, het systeem in wordt gestuurd. En ik denk dat een deel verloren gaat in de compliantie van de buizen die ervoor zorgt dat de drukgolf uiteindelijk bij het vat moet aankomen. En ik denk ook grotendeels dat de echoprobe waarmee wij de diameter hebben gemeten niet nauwkeurig genoeg was om deze hoge frequenties aan te kunnen. Okay. En dat hebben we opgelost in een volgende opstelling door met een high-speed camera te werken. Maar dat is niet gebeurd in de studies die ik tot dan toe had uitgevoerd. Ja, oké. Voor het tweede gedeelte van de vraag wil ik graag een van de paranimfen vragen om stelling nummer 2 voor te lezen. Bij het ex vivo mechanisch testen van bloedvaten moet de in vivo situatie zo goed mogelijk worden nagebootst. Dat vind ik een zeer mooie stelling. Die treedt u meteen natuurlijk in hoofdstuk 4 ook met voeten. In de zin van dat u de spieren uitzet. Probeert uit te zetten zo goed mogelijk. Dus volledig te laten ontspannen. En de flow uit te zetten. Misschien is het even fijn voor het publiek om even uit te leggen wat het effect, potentiële effect is van het geen flow aanbieden aan de vaten. Dus de flow zorgt er eigenlijk normaal gezien voor, heeft een effect met het endotheel en ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. De meer actieve componenten van de vaatwand, dus de endotheelcellen en de gladde spiercellen, die reageren als het ware op die flow. Dus met meer flow kan het ervoor zorgen dat een bloedvat uitzet, waardoor er sneller meer bloed door het vat kan stromen bijvoorbeeld. Dus het heeft eigenlijk ook een effect op de weerstand in dat opzicht. Ja, en ook op de stijfheid van de vaatwand, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ja. Dus we hebben normaal gesproken een bloedvat met daarin spieren die onder spanning staan. En die wordt nog een keer gemoduleerd door het endotheel. Mm-hmm. En dus de flow die er op het bloedvat gaat. Wat voor effect hebben deze twee ingrepen die u doet op uw meting? Kunt u daar een beetje over speculeren?
Ik denk dat de vaatstijfheid op het moment dat je de gladde spiercellen en de endothelcellen intact zou laten, want we hebben nu niks gedaan aan de endothelcellen, maar ik denk dat die wel enigszins beschadigd raken door de methode die we hebben toegepast, zou het ervoor zorgen dat de vaatstijfheid in de in vivo situatie eigenlijk wat hoger ligt dan dat wij meten in de opstelling op dit moment. Ja, dat lijkt me ook. En wat mij vooral zou interesseren, denkt u dat dit ook invloed heeft op het verschil tussen de statische en dynamische metingen? Dus wat de rol van de gladde spiercellen en de tonus die zo'n gladde spiercel heeft op dat verschil zou kunnen zijn? Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat het verschil dat wij hebben waargenomen inderdaad misschien minder groot zou worden op het moment dat je flow en het aanstaan van de gladde spiercellen zou hebben, omdat het zich deels natuurlijk tegenwerkt. Die gladde spiercellen zijn er ook op gericht om natuurlijk de homeostase zo goed mogelijk te behouden. En dat is iets wat wij uit hebben gezet in deze onderzoeken. Ja. Dus ik denk wel dat dat uitmaakt. Ja. Ja. Ja, dat is lijkt me wel interessant om nog een keer te onderzoeken. Laatste deel van de vraag gaat over de axiale voorspanning. U laat zien dat eigenlijk door die in uw experimenten de axiale voorspanning toe te laten nemen, de stijfheid die je meet gaat toenemen in de vaten. Wat gebeurt er eigenlijk met die axiale voorspanning in bloedvaten in patiënten als die ouder worden? Naar mijn weten zijn daar verschillende ideeën over. In theorie zou de axiale voorspanning niet zo veel moeten verschillen, denk ik. Maar volgens mij is er ook een gedachtegang dat dat toeneemt naarmate de leeftijd. Wat wel in ieder geval bekend is, bijvoorbeeld in coronaire vaten, is dat die naarmate mensen ouder worden, dat ze kronkeliger worden. En vanuit mm-hmm. daar wordt eigenlijk aangenomen, geëxtrapoleerd, dat die voorspanning eigenlijk juist afneemt binnen patiënten. Wat zou dat voor invloed hebben op uw schatting van de vaatwandstijfheid? Als de axiale voorspanning minder wordt, dan zou je een lagere vaatstijfheid meten. Ja. Zou je verwachten dat die hoger wordt. Ja. Dat denk ik ook. Dus dat is eigenlijk ook nog een confounding factor dan. Hè? Die, zou je die op een, kunt u als laatste vraag, zou, kunt u zich voorstellen dat we dat in patiënten kunnen meten en daar eventueel voor zouden kunnen corrigeren? En je hebt natuurlijk niet zoals bij een coronair vat dat je echt kan zien dat het gaat kronkelen, want daar is een halsslagader eigenlijk te groot voor in dat opzicht. Ik weet niet goed of je een axiale verschuiving zou kunnen waarnemen, maar dat is dan meer een verschuiving in plaats van dat je echt kan zien of dat het afneemt. En dan zou je al in de tijd gekeken moeten hebben of dat verschilt. Dus misschien kun je daar wel gemiddelde op plakken, ook gecorrigeerd voor hoe groot dat iemand is. En, maar om daar zo dusdanig voor te corrigeren, zou ik niet meteen een oplossing weten. Nou, ik trouwens ook niet, hoor. Dankjewel voor uw antwoorden, meneer de rector. Ik geef u het woord. Dank u wel, dokter Geijzer. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Schram. Zij is epidemioloog aan het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum. Zij was ook lid van de manuscript beoordelingscommissie. Dokter Schram. Dank u wel. Geachte promovende, van harte gefeliciteerd allereerst met uw prachtige proefschrift. En ik betrek u graag uw promotieteam in deze felicitaties. De thesis is mooi vormgegeven met al die laagjes op de kat. Ik zag daar de laagjes van de vaatwand in, maar misschien is dat beroepsdeformatie. Het vormt ook inhoudelijk een heel mooi geheel van experimentele en observationele en klinische studies. En u heeft heel mooi de brug weten te slaan tussen de verschillende disciplines. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen om u complimenten te geven. Ik wil ook graag met u de discussie aangaan. En allereerst wil ik met u van gedachten wisselen over de tijdspannen waarin we effecten kunnen verwachten van op arteriële verstijving. Het is natuurlijk een proces wat decennia in beslag neemt om zich te voltrekken. En u heeft in uw proefschrift in verschillende hoofdstukken verschillende tijdspannen gebruikt om die vaatstijfheid te beïnvloeden. In sommige hoofdstukken is dat meerdere jaren, in andere enkele weken. Dus ik vroeg mij af wat u denkt dat nou een redelijke tijdstermijn is om effecten te verwachten. Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw vriendelijke woorden en ook voor uw vraag. Het is inderdaad waar dat als je arteriële vaatverstijving over de jaren wil meten, dat je afhankelijk bent van hoe snel dat proces optreedt. En ik denk dat daarin ook belangrijk is om mee te nemen, als we het bijvoorbeeld hebben over humane studies,
hoe oud dat mensen zijn. Omdat vaatverstijving iets wat naarmate we ouder worden ook meer optreedt. En ik denk als je zo een middelbare leeftijd zou aanhouden, dat je in een termijn van een jaar of 7 à 8 wel een verschil zou moeten kunnen oppakken. Okay, dan zijn eigenlijk alle studies die u heeft gedaan te kort geweest. Mm-hmm. Bent u het daarmee eens? Ja, het is wel zo dat dan zeg maar een zuiver effect inderdaad van die arteriële vaatverstijving. Zou je het liefst eerder willen opspannen, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar humane studies, dan ben je van zoveel factoren afhankelijk. En de vaatverstijving gaat in dat opzicht relatief gezien zo traag, dat ik denk dat je zo'n lange studie inderdaad nodig hebt. Wil je kunnen corrigeren voor alle confounders die eromheen zitten, zeg maar, dat je dat nodig hebt. Maar dan zijn de studies inderdaad relatief gezien kort van duur, ja. Gelukkig hebben we de Maastricht-studie. Nou, het duurt nog even voordat de resultaten er zijn, maar dan hebben we 5-6 jaar verloren. Er zijn veel factoren die een effect hebben. U heeft vooral ook gekeken naar bloeddrukverlaging. En u heeft bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 heeft u gekeken naar bloeddrukverlaging gedeeld door de tijd in feite. En ik vroeg me af, die bloeddrukverlaging die je toepast, is eigenlijk een heel acuut iets. Die bloeddruk gaat echt met een aantal weken wel goed omlaag. Dus ik vroeg me af, is datgene wat u probeert te meten, kun je dat wel op die manier modelleren? Of is het een geleidelijk proces wat je modelleert? Of is die bloeddrukverlaging in het begin eigenlijk de belangrijkste reden waarom vaatverstijving, waarom de vaatmaten die je gebruikt omlaag gaan? Nou, ik denk dat inderdaad het bloeddrukeffect is natuurlijk sneller bereikt dan het veranderen van de vaatwand. Dus wellicht, dus inderdaad, met die bloeddrukverlaging heb je acuut een effect dat een vat zich minder stijf gaat gedragen omdat de bloeddruk minder is. En als je dat op die manier meet. Maar wat wel verschil maakt is dat de vaatverstijving ook afhankelijk is van hoe lang dat het wordt blootgesteld aan een bepaalde druk. Dus ik denk als je die bloeddruk verlaagt en je meet dat over een langere tijd, dan zou je inderdaad een meer acuut effect hebben van de bloeddruk. Maar zou je ook over de langere tijd verwachten dat die vaatwand minder hard verstijft dan bij iemand waarbij je dat niet doet. Omdat de pulsatiliteit waar hij aan bloot wordt gesteld ook minder is in dat opzicht. Ja. Okay. Dan nog verder een vraag over hoofdstuk 3. Want daar heeft hij gekeken naar de RAAS-remmers. Hè, of die een groter effect hebben op die arteriële verstijving dan de andere bloeddrukmedicijnen. En u maakte daarbij gebruik van observationele data uit Italië. 2 studies waarin de deelnemers lange tijd zijn gevolgd. Nou vroeg ik mij af, achteraf, als u er nu naar zou kijken en u zou de gelegenheid hebben om de studie helemaal overnieuw te doen, zou u dan dezelfde keuzes in design en opzet maken dan dat u heeft gedaan? Ik denk als je een studie vanaf het begin af aan zou mogen designen, dan zou je voor meer variabelen willen controleren. En dan zou je bijvoorbeeld ook iedereen vanuit dezelfde therapie willen opstarten. En wat het lastige is aan dit cohort, is dat het eigenlijk afkomstig is van echt een klinische populatie. Dus van polyklinische patiënten eigenlijk. En dat je dus voor een grotendeel afhankelijk bent van de behandeling die bijvoorbeeld de internist in dat geval heeft voorgeschreven. Dus ja, als ik het zelf zou mogen ontwerpen, dan had ik dat anders vormgegeven. Ja. En waar zou u dan specifiek veranderingen aanbrengen? Ik gaf een kleine hint, maar wat denkt u dat de meeste effecten heeft gehad op uw resultaten? Wat de belangrijkste verstorende variabelen zijn geweest? De grootste verandering zou ik aanbrengen in de therapie. Dus ik zou gecontroleerder altijd met eenzelfde groep van antihypertensiva beginnen. En dan in dit geval natuurlijk het liefst dat je qua ACE-remmers zou kijken wat het effect is. En dan zou ik daar aan bepaalde voorwaarden nieuwe medicijnen aan toevoegen. En ook op meer gecontroleerde punten misschien evalueren wat het effect is. Nu heb je eigenlijk sommige mensen die binnen een jaar andere, daarom is dat ook gecorrigeerd voor de tijd. Sommige mensen binnen een half jaar en dan een jaar en dan anderhalf jaar worden opgevolgd. En in die tussentijd kan er per patiënt in de behandeling best wel veel verschil zijn geweest. Dus dat zou ik anders controleren. Ja. En denkt u dan dat de medicijnen zelf, dat die het verschil maken? Of is de indicatie waarvoor de medicijnen zijn voorgeschreven? Want de patiënten zijn natuurlijk gewoon ook anders. Ja.
Ja, dus wat dat lastig maakt is dat bijvoorbeeld als een patiënt onderliggend ook andere ziekten heeft, zoals diabetes, of dat je dan eerder geneigd zou zijn om te kiezen voor bijvoorbeeld een ACE-remmer dan een ander soort antihypertensiva. Dus ja, dat zal inderdaad wel verschil maken. Maar ik weet niet of je per se zou excluderen op onderliggende ziekten. Want dan maak je je cohort wel weer heel erg smal en dan is het ook moeilijker te generaliseren. Maar meer randomiseren, dat is eigenlijk wat u zegt. Ja. Okay. Dank u wel voor de antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Stam. Ja, dat merkt men tot de conclusie dat we weer op schema liggen. We hebben de 3 minuten die onze kandidaat ons gegund had geconsumeerd. En dan gaan we dus verder op het bekende schema met professor Brouwers. Hij is internist, hoogleraar endocrinologie en stofwisselingsziekten aan deze universiteit. En hij is vandaag, hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie en hij is vandaag tevens secretaris van deze commissie. Professor Brouwers. Dankjewel. Geachte kandidaat, ik sluit me aan bij de felicitaties die al gegeven zijn aan u en ook aan uw team. Ik ben erg onder indruk van die proefschrift. Ik vind het altijd heel erg leuk als mensen verschillende methodologieën gebruiken om naar hetzelfde te kijken. En dat is eigenlijk ook precies hetgeen waar ik het met u over wil gaan hebben. Ik heb hoofdstuk 5 gelezen en daarin probeert u mij te overtuigen dat de MGO iets doet met vaatstijfheid. En vervolgens in hoofdstuk 6, 7 en 8 hebt u verschillende methodologieën gebruikt in muizen, populatiestudie en vervolgens een interventiestudie in mensen. En dat vindt u die associatie niet. Ik krijg de indruk een klein beetje als ik dan die discussie van uw proefschrift lees en ook naar uw presentatie luisterde, dat de deur nog niet volledig dicht is. Ik dacht, nou, ze zal wel klaar zijn nu. Ik bedoel, je hebt het nu wel uitgezocht en het antwoord is nee, er is geen relatie. Ik dacht dat het er was in hoofdstuk 5, maar voorschrijdend inzicht is er niet. We kunnen verder, gaan andere dingen onderzoeken. Maar dat is niet zo, blijkbaar. Waarom bent u zo volhardend? Hooggeleerde opponent, bedankt voor je felicitaties en ook voor de vragen inderdaad. Is het zo dat het grootste gedeelte van de studies een negatieve uitkomst heeft gehad? Ik denk dat de deur nog niet helemaal dicht is. Omdat we bijvoorbeeld wel ook in de muizenstudies hebben gezien dat de bloeddruk omhoog gaat als we de methylglyoxaal levels verhogen. Dus er is denk ik wel iets aan de gang wat wij niet oppikken. En er zijn natuurlijk ook andere studies die wel aantonen dat er bijvoorbeeld een relatie is tussen MGO of MGO gerelateerde advanced glycation end products en vaatstijfheidsmetingen. Dus ik denk niet dat we per se kunnen zeggen dat de studies die wij hebben uitgevoerd en de methodologie die wij daarvoor gekozen hebben, dat zegt dat er helemaal geen effect is tussen methylglyoxaal. Omdat we ook met name gekeken hebben naar de methylglyoxaal enkel in het bloed. En bijvoorbeeld in de muizenstudie hebben we dat van buitenaf toegevoegd. Dus ja, dan maak je een keuze qua methodologie die niet de hele etiologie uitsluit. U nodigt me uit om heel veel vragen te stellen nu. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen nu. Nou, laten we beginnen bij het einde. U zegt, ja, dat we hebben het MGO toegevoegd, exogeen. Hè? Ik bedoel, MGO is toch gewoon MGO? Wat maakt het nou uit of dat exogeen of endogeen geproduceerd wordt? Ik bedoel, zijn dat andere stoffen? Wat maakt dat nou anders? Ik denk niet dat het per se anders is, maar wat ik wel vermoed is dat als MGO gevormd wordt in de vaatwand door bijvoorbeeld een gladde spiercel en het wordt daarna gesecreteerd in zijn directe omgeving, dat het een meer direct effect heeft op de vaatwand, met name het collageen bijvoorbeeld, omdat het dichterbij gereleased wordt dan wanneer het vanuit de vaatwand of vanuit het lumen door de vaatwand heen naar het collageen moet migreren. Oké, dus dan heb je lokale hogere concentraties. Ook een antwoord op de eerdere vraag dat u zegt. Ja. Er zit misschien in bloed hogere concentraties en die vaatwand lager. Maar als het in die vaatwand zelf wordt gemaakt, dan is het hoger en dan kan het dus meer. Ja, oké. Okay. En u zegt van, ja, die bloeddruk die had ik eigenlijk willen bewaren trouwens voor, nou goed, ik ga hem nu maar stellen. U vindt inderdaad iets met bloeddruk, daar lees ik dan weer eigenlijk in je discussie eigenlijk helemaal niet zoveel over. Terwijl in de muizen vindt u iets in bloeddruk, in die pyridoxamine-studie, ja, we zijn allemaal wel heel erg frequentisten, hè? Dus als die p-waarde niet kleiner dan 0,05 is, ja, dan is het er niet, maar ja, de p-waarde was 0,07 of zo. Ik heb het gevoel dat er wel iets is, die richting klopt in ieder geval van het effect, wat je zou verwachten. U zegt net van ja, dus er is wel iets met die vaatwand, maar wat ik in uw discussie lees in hoofdstuk 6 is het volgens mij dat MGO dan ook iets doet met het RAS-systeem. Dus dan heeft het dan toch niks met AGES te maken, hoe dan uiteindelijk dan in uw nieuwe model
MGO leidt tot verhoogde bloeddruk en daarmee tot meer vaatstijfheid? Ja, dat zou kunnen. En ik denk ook dat we bijvoorbeeld de rol van inflammatie op die vaatwand niet helemaal kunnen uitsluiten. Omdat, wat ik ook in mijn presentatie liet zien en wat net ook al terecht ter sprake kwam, is dat wij in de experimentele setup die gladde spiercellen bijvoorbeeld helemaal niet meenemen. En ik denk, het is zo'n complex regelsysteem, dat het best zou kunnen dat er wel al een effect is op de wat meer actieve componenten van de vaatwand, zoals gladde spiercellen, en dat inflammatie daar een rol speelt. Maar dat we dat gewoon nog niet kunnen detecteren op deze manier. En ik denk ook dat het daarbij een rol speelt dat wij in de studie opzetten die we gekozen hebben, met name gekeken hebben naar bijvoorbeeld de pyridoxamine trial, wat meer gezonde personen. En dat die vaatverstijving later in het leven of bij meer ziekte, zoals diabetes, versneld zou optreden. Dus daar zitten gewoon wat haken en ogen aan. Waarbij ik denk dat je niet kan zeggen dat die methylglyoxaal helemaal geen effect heeft. Nee. Goed, dus de deur is nog steeds een beetje open. En nu wordt normaal altijd de vraag hier gesteld: stel nou dat u onbeperkt veel geld zou krijgen, wat voor onderzoek zou u dan doen, bla bla bla. Die vraag ga ik u niet stellen, want dat vind ik altijd zo'n flauwe vraag, want er is niet onbeperkt veel geld. Dus als u nou beperkt geld zou hebben en u zou nou deze hypothese met deze nieuwe kennis zou u willen gaan onderzoeken, hoe gaat u nou aantonen? Want u hebt het uzelf niet makkelijker gemaakt, want het moet ook allemaal nog in de vaatwand gebeuren. Dus wat is nou uw vervolgstudie? Nou, ik denk dat het belangrijk is om, of ik denk dat het meest zinvol is om zoiets opnieuw te doen in een muizenexperiment, omdat je daar beter controle hebt over Ik ben internist, ik wil geen muizen. Ik wil graag, wij doen zelf ook muizenstudies overigens, maar ja, ik wil het eigenlijk wel in de mensen aantonen. Leuk dat u het vindt in die muizen, maar geldt het dan ook voor mensen? Mm-hmm. Wat voor studie gaat u doen? Het lastige is een beetje dat je natuurlijk, wat ik al zei, het is zo'n complex systeem dat je moet uiteindelijk kiezen om er iets uit te highlighten en te kijken of dat datgene is wat het verschil maakt of niet. En als we dan geen muizenstudies zouden mogen doen waarin ik een type 1 of een type 2 diabetes model zou gebruiken en zou kijken naar de glyoxylase overexpressie, of dat de vaatverstijving zou kunnen remmen of niet, dan zou ik in mensen een model gebruiken waarvan we, of ja, model, dan zou ik patiënten gebruiken die ook versnelde vaatverstijving hebben. Dus bijvoorbeeld kijken naar gevorderde diabetes. Maar er zijn bijvoorbeeld ook andere aandoeningen, bindweefselaandoeningen of iets dergelijks waar je naar zou kunnen kijken. Maar als we het hebben over de diabetesmodellen bijvoorbeeld, dan zou ik daarin kijken. En dan zou ik niet alleen methylglyoxal in het bloed willen meten, maar ook in de weefsels met SAF of iets dergelijks. Okay. Hè? Dus niet invasief. Nee, het lijkt me geen goed idee om de vaten eruit te halen. En dan op die manier te kijken wat het effect is. Ja. Hebt u nog, dat is mijn laatste vraag, hebt u nog genetica overwogen? Moet ik het toelichten of gaat u het voor mij toelichten? We hebben in mijn proefschrift geen genetica overwogen. Maar ik weet wel dat er met collega's die op eenzelfde lijn doorgaan, dat zij wel willen kijken naar genetisch component. Wat zou daar nou in mijn ogen het grote voordeel van zijn, van die genetica? Want welke problemen zou het nou oplossen? Ja, misschien dat je toch iets beter gecontroleerd kan kijken als je weet welke mutatie of welk genexpressieprofiel erachter ligt. Mm-hmm. Ja, ik zat te denken, als je nou een genetische variant hebt in bijvoorbeeld glyoxylase, volgens mij is dat in uw onderzoeksgroep is dat wel eens bestudeerd, waardoor je misschien hogere MGO-levels krijgt. Nou, als je zo'n genetische variant hebt, dat krijg je bij geboorte, dus dat heb je de rest van je leven. Dus lekker lange exposure hebben we nodig, heb ik net geleerd, voor die vaatstijfheid. Je hebt geen last van confounders, want je krijgt die bij toeval. Zou dat nou een goed model zijn om uiteindelijk definitief de deur dicht te gooien? Of het zou denk ik een goed model zijn om mee te nemen, maar ook aan dat model zitten denk ik haken aan de ogen, in de zin van dat je heel veel patiënten nodig zou hebben. En ik weet niet of je die, ik weet niet wat hoe vaak dat zou voorkomen, zeg maar. Qua epidemiologie heb ik daar geen gevoel bij, maar ik denk dat je dan alsnog niet helemaal de deur kan dichtgooien. Zekerheid hebben we nooit in het leven. Nee. Ik ben heel, heel tevreden met het antwoord. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Brouwers. Er wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Koenen. Hij is universitair hoofddocent in de afdeling biochemie
Hij is geen lid van welke commissie rond dit proefschrift dan ook. Dr. Koenen. Maar in ieder geval hier om goede vragen te stellen. Geachte kandidaten, hartelijk bedankt meneer Prorector. Geachte kandidaten, ik ben met heel veel plezier door het proefschrift gegaan. Het is als boekje gelukkig nog op tijd in mijn handen terechtgekomen. Ik stond er echt van te kijken. Ik heb zelfs moeten nakijken of het echt wel 4 jaar waren. Heel thematisch en technisch heel breed werk. En dan ook nog eens rijk gevuld met 7 hoofdstukken. Dus echt zwaar onder de indruk. En mijn felicitaties daarvoor. Ik denk dat we wel een... er is best wel wat door de voorgangers van de oppositie wat weg, vrijgeruimd. En er is ook wel wat tijd voor een fun fact. Wat is het levensmiddel waar de meeste MGO in zit? Weet u dat toevallig? Zeer geleerde opponent. Bedankt voor de felicitaties en ook uw vraag. Ik had dit wel moeten weten, maar ik weet niet wat het meest. Ik weet wel dat er een aantal voedingsproducten zoals koffie en dergelijke zijn waar veel in zit, maar wat het allermeeste is, dat durf ik niet te zeggen. Nou, ik geloof als de mensen gevraagd worden, de specialisten zullen ze waarschijnlijk manuka honing hoog op de lijst hebben. En dat is een kleine fun fact, want manuka, kent u die plant? Ja, dat is een... In Duits heet die plant de Zuidzeemirte. Het is namelijk een plant uit de familie van de mirtes. En dat vond ik heel erg grappig. Zo. Nu zijn we bij het thema voeding aangekomen. Want ik heb toevallig wat collega's van je gescand. En die hebben de effecten van dicarbonyle op dieet, in het dieet, op populatieniveau gemeten. En daar kwam dan eerder naar voren, zoals u waarschijnlijk weet, dat dieet-MGO's eerder... gunstig zijn, ontstekingsremmend. En ja, ik kon de gedachte niet loslaten. Als je dan even kijkt, er wordt in plasma en weefsel MGO wordt altijd een beetje boos gereden, gepraat ervan, ja, een beetje een boosdoener. En dan bij de voeding is het opeens een waardevol supplement. Ik vroeg me af, is er misschien een verschil tussen dat iets door de darm naar binnen komt en iets in het bloed aanwezig is? En zoiets is bekend, het incretinige effect bij glucose bijvoorbeeld. Dat er ook een verschil is als je glucose inspuit op het insulineniveau en of je het toezicht neemt. Zou er voor MGO ook een soort incretine effect kunnen zijn? Ik denk dat dat wel mogelijk is. En ik denk ook dat we hebben inderdaad methylglyoxaal in dit proefschrift in een redelijk negatief daglicht gezegd als zijnde van... Het zou inderdaad een stof zijn wat alleen maar slecht is. Maar er zijn inderdaad ook studies die laten zien dat lagere concentraties van methylglyoxaal wel gunstigere effecten kunnen hebben. Dus ik denk dat het verschil kan maken of je het inderdaad via de voeding binnenkrijgt of niet. Mm. En ik denk ook dat het verschil maakt wat de concentratie is en bij wat voor soort achtergrond qua patiënten je het toedient. Oké. Dat is in ieder geval ook een beetje een geruststellend antwoord, want ik ben namelijk een groot en gepassioneerd koffiedrinker. Dan ga ik verder naar de tweede vraag. En ook dat is een klein beetje al aangestipt door de voorgangers, is dat ontgiftingssysteem, zoals het genoemd wordt, het glyoxylase-systeem. Daar ben ik erg door geïntegreerd. Ik ben er zelf ook biochemicus. En er is inderdaad ook de vraag opgekomen, hebben we daar een knock-out muis of een mutatie. Nou, ik heb toevallig in literatuur een mutatie gevonden. Wat zou zo het klinische beeld kunnen zijn van een glyoxylase mutatie? Dat het wordt uitgeschakeld of overexpressie? Ja, uitschakeld, sorry. Ja, dat is een goede vraag. Uitschakeld. Dus als het glyoxylase systeem wordt uitgeschakeld, zou je meer methylglyoxaal verwachten. Mm-hmm. Dus dan zou je een slechtere vaatstijfheid, dus veel hart- en vaatziekten verwachten, denk ik, als je dan die... De patiënt was inderdaad, of de patiënt was een dialysepatiënt en had inderdaad een hoge hoeveelheid aan circulaire AGEs. Maar verder was er volgens mij niet veel aan de hand. En het is een klein beetje het opstapje naar waar ik naartoe wil, is namelijk, als ook een beetje metabool, ik geef ook metabolisme aan geneeskundestudenten, is het wordt omgezet naar lactaat, methylglyoxal. En lactaat wordt via de Cori-cyclus weer omgezet naar glucose. Dus als ik heel onbevangen naar het glyoxylase-systeem zou kijken, zou ik zeggen, dat is een recycling-systeem. Dat loopt gewoon tijdens de glycolyse een deel
van de glucose eigenlijk weg, hè, die hydroxyacetone glyoxal. Dus dat verliezen we. En het glyoxylatiesysteem is alleen maar daar om het weer terug naar glucose te brengen, zodat we het niet uitplassen als het ware. Mm-hmm. Wat is daar uw mening op? Ik heb het altijd meer gezien als een systeem wat dus methylglyoxal kan omzetten naar inderdaad D-lactaat, waardoor we het makkelijker kunnen uitscheiden. Ik heb het niet in dat daglicht bekeken. Ik weet ook niet of de pathway die u beschrijft dan in die mate niet ook verzadigd zou raken. Ah ja. U mag het antwoord op deze interessante vraag toch wel afronden, maar wel kort. Dus ik zou niet per se weten of die pathway dan niet ook op een gegeven moment verzadigd raakt, waardoor je het alsnog gaat uitplassen. Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou een gedachte kunnen zijn. Ja. Bedankt. Ja, geachte kandidaat, dan is hiermee de gelegenheid voor het beantwoorden van de vragen en voor uw verdediging voorbij. De commissie trekt zich terug voor beraad en ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. Like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Can't fly by now, don't wait.
waste all your time. Cause I'll go the extra mile.
Mevrouw de promovenda, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide, en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Delhaas is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Voordat ik over zal gaan jou te bevorderen tot dokter, wil ik je eerst vragen om antwoord te geven op de volgende vraag. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Dan zal ik nu overgaan tot vorderen. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Mirthe Margaretha van der Bruggen, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Gezien mijn gestrompel blijf ik even zitten, als dat goed is. Ja. Oké, beste Mirthe, van harte gefeliciteerd. Je was al dokter en nu ook doctor. Van der Brugge, MD, PhD voor de rest van de wereld. Over de inhoud van de kwaliteit en de kwaliteit van je onderzoek hebben we net al heel wat gehoord. Dus nu even tijd om eens terug te kijken naar je pad naar vandaag toe. Ging het net ook in de kamer al eventjes over. Toen je kwam solliciteren, hadden sommigen in ons promotieteam, met name de twee rechts hier van mij, het al wel snel gezien. Die promotie, daar gaat ze dubbel en dwars voor. En daarna in opleiding tot internist. Dus die komt er wel. Voor mij waren er nog wel wat vragen. Een basisarts met weinig experimentele ervaring, in een groep met ingenieurs die veelal met rekenmodellen de hele dag doorbrengen, gaat dat wel goed? En meer nog, het project waarop je solliciteerde was opgezet als een samenwerking van onze vakgroep Biomedical Engineering met het lab van professor Schalkwijk bij interne geneeskunde. Een omgeving dus, waarin er, meer dan nog normaal, verschillende belangen, perspectieven, expertises en ook persoonlijkheden heersen. Geen makkelijk pakket voor een beginnende promovendus. Dus wat bracht jij mee om dit tot een goed einde te brengen? Allereerst je bewuste keuze om experimenteel onderzoek te doen en multidisciplinair onderzoek te doen. En niet klinisch toegepast onderzoek, waarvoor je voor je promotie aan werkte en ook hebt gepubliceerd. Dus eenmaal voorgenomen ben je niet snel van je pad en je doel af te brengen. Dat was al duidelijk. En dan, stiekem, je hebt gouden handen. Voor je promotie vertelde je, had je wat weefselpreparatie gedaan, maar dat was het dan wel. Maar bij ons heb je in een paar weken een basismeetprotocol weten overnemen van Peter Leenders en daar een eigen uitgewerkte versie van gemaakt met onder andere bloedvaatjes vrij prepareren, opspannen in onze zeer geavanceerde meetopstelling, toen nog Dynamize genaamd, door een microscoop kijkend vier knoopjes leggen in draadjes die je met je blote oog niet kunt zien. Priegelwerk, maar in een aantal weken you're the master. Het vullen van de opstelling zonder frustrerende en interfererende gasbelletjes, zeer belangrijk, kwam ook ter sprake. Het eigen maken van de software van een opstelling van €200.000 zonder om de opstelling te besturen en te regelen en in te stellen. In Yale, in het kader van je transatlantische begeleiding, heb je bij Bart op het lab in een paar dagen nieuwe praktische vaardigheden geleerd en men stond daar versteld. En ga zo maar door. Dus die handen. Je aanpak was ook geraffineerd. Je liet je helpen. En je deed je best om het zelf te kunnen en met resultaat.
We grapten onderling wel eens over hoe je je werk en leren delegeerde. Maar je liet evenwel zien dat jij de dingen dus ook eigen maakte. En ook met en voor anderen. Je collega promovendus van der Laan, masterstudenten, ze hebben dankzij jou een vliegende start kunnen maken. Het meest veelzeggend hierin vind ik eigenlijk dat je je opvolgster, Margarita, binnen 3 maanden wist te trainen tot jouw operationele niveau. Naast dat je je eigen laatste experimenten aan het doen was en je hoofdstukken van je proefschrift aan het schrijven was. Dat kunnen niet zoveel mensen, denk ik. Met alleen mooie metingen doen kun je niet promoveren. Dus de analyse van data, het interpreteren daarvan, waar staat dit voor, wat is de betekenis van mijn observaties, daarin heb je een groei doorgemaakt op praktisch en conceptueel vlak. Na een paar maanden programmeerde jij in MATLAB, codetaal, de diagrammen bij elkaar. Dat is heel bijzonder voor iemand zonder een ingenieurs vooropleiding. Statistische analyses in SPSS, het leek alsof je het al jaren deed. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat zagen wij allemaal niet. Figuren maken volgens de norm bij onze afdeling is niet snel gedaan. Daar is de nodige feedback voor nodig geweest en aan te pas gekomen. Inclusief soms verhitte discussies en het waarom, over het waarom. Feedback op papier en handgeschreven van professor Delhaas, zie stelling 8. En mijn eigenaardige van achter naar voren benadering bij feedback. Je hebt de nodige verzuchtingen gedaan. Nu wat meer persoonlijk. In het begin worstelde je enorm met je gebrek aan kennis en ervaring. Je vroeg je ten diepste af, wanneer is mijn werk goed genoeg om het te laten zien aan mijn promotieteam? Hoe vind ik mijn weg tussen die verschillende expertises? Wat weet ik eigenlijk zelf en sluit dit nog wel aan bij mijn onderzoek? En ook, ben ik wel goed genoeg hiervoor? De geplande en vooral ook ad hoc gesprekken die wij daarover hebben gehad, waren heel wezenlijk, spannend en soms moeizaam en emotioneel. Mij zijn ze heel dierbaar en jou volgens mij ook. Want het is een voorrecht om je persoonlijke kant ook in je professionele ontwikkeling mee te kunnen nemen. En daar heb je ook bewust voor gekozen toen ik je dat aanbod deed. En vice versa. Dus ik heb ook daarmee van jou en via jou enorm veel geleerd over het begeleiden van jonge onderzoekers. Ook het begeleiden van professoren. Maar het meeste nog over het faciliteren van een team. Bij elkaar. In ons team wist je de verschillen in stijl, focus en expertise te gebruiken om te komen tot echte multidisciplinaire samenwerking. En zo in het overleg van daarnet werd dat ook heel duidelijk benoemd. Dat is heel bijzonder. Je bent de spraakverwarring uit stelling 7 aardig te boven gekomen. Net voordat de COVID-bom insloeg, kwam je met het knagende gevoel van waar hoor ik nu bij? We zijn toen samengekomen tot een bijzondere humane manier van werkoverleg, triangles genaamd. Triangles, driehoeken. Daarin delen collega-promovendi, afstudeerders, coördinators hun wetenschappelijke ideeën en creativiteit op een heel efficiënte wijze, met de klok daarnaast. Daardoor is er meer ruimte om echt te luisteren naar elkaar. En dus 2 mensen raken in gesprek, de derde, de rest van de groep, ziet de mogelijkheden. Dat is de driehoek. En wat volgt gaat eigenlijk vanzelf. Jij bent daar de aanstichter van geweest, om het zo te zeggen. Niet alleen wetenschappelijk zijn zo dwarsverbanden ontstaan, maar ook sociale relaties en dat kenmerkt de groep. Jij had dat nodig, dat was de vraag. Anderen hadden dat nodig en ik ook. Er zijn heel veel dingen rond samen doen en samenwerken waarin jij een hoofdrol speelde, die ik nu niet allemaal zou noemen. Maar nog eentje dan, onlangs heb je van ons onderzoeksinstituut de mooie Karem Commitment Award ontvangen voor je werk met I'm Karem als vertegenwoordiger van Promovendi. Nieuwe Promovendi wacht nu een goede en eerlijke informatie over wat Karem te bieden heeft. Dus ook kritisch. Myrthe, jij kan dus zeer goed de dynamiek zien van een organisatie en vormgeven. En ik denk dat je daarmee ook een veelbelovende toekomst hebt als specialist in opleiding, later als specialist, opleider en wie weet ooit afdelingshoofd of wie weet. Je hebt het in ieder geval in je. Wat je ervan maakt, dat is aan jou. Ik ben heel benieuwd. Om af te ronden, de kaft van je proefschrift, al even genoemd. Mijn kinderen deed het denken aan zure matten, een populair snoepgoed onder de kleintjes. Maar voor ons allen spreekt hier ook voor de gelaagdheid, niet alleen van de bloedvaten en hun problematiek, maar ook vooral van jouw manier van onderzoek doen, je eigen ontwikkeling en alle toekomstige kansen en richtingen die nu zijn ontstaan.
Al die lagen heb jij weten te overbruggen, Van der Brugge. Daar mag je terecht en nu eindelijk zelf trots op zijn. Dus ik was blij om dat te lezen. Dus je bent dat. En wij zijn ook trots. En zij ook. Nogmaals, prachtig en goed gedaan. Dank aan de coronaleden voor hun bijdrage aan deze academische viering. And thank you to Professor Fernandez for your support in this. And we look forward to further collaboration. En namens je promoteam, zoals je het noemde, ook onze felicitaties aan je vent, ouders, familie, vrienden en collega's. En dan geef ik nu het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Dr. Van der Brugge, het is mijn genoegen om namens de universiteit u ook te feliciteren met uw behaalde dokterstitel. En die felicitaties ook uit te breiden naar uw familie, die ongetwijfeld een hele spannend uur heeft meegemaakt. Want ik kon het nog niet volgen, dus ik dacht, wat moeten die mensen daarmee? Maar goed, u hebt het uitgehouden, dank daarvoor. En nu kunt u dadelijk aan het feesten gaan, dan is het weer een beetje, bent er weer een beetje bij. Maar ik neem niet aan dat er veel internisten op de eerste rij zitten, hè? Nee. Nee, dan is het toch ook niet te volgen geweest voor hen. En al helemaal dat gedoe met al die ingenieurs er nog bij, dan wordt het helemaal moeilijk. Doe maar mijn eigen promotie denken. Ik had de keuze om te promoveren in de Technische Universiteit Eindhoven. Dan was ik dokter in de technische wetenschappen geweest. Een van mijn promotoren was daar professor elektrische technisch ingenieur. En ik heb toch maar gekozen voor medische faculteit. Dat even terzijde. U bent een alumnus van hier, van Maastricht. En dan is het een heel groot genoegen voor ons dat u hier ook uw studie heeft afgerond. Of uw, zeg maar, academische opleiding. Door hier dokter te worden en daarmee voor altijd aan deze universiteit als hoogwaardige student verbonden te blijven. Gepromoveerd en wel. En ik wens u dan ook verder nu succes met uw carrière als internist in wording. En u hebt een mooie start gemaakt vandaag. I also thank professor Fernandez Alfonso and Dr. Gijssen for their contribution to this whole promotion and the ceremony today. It's always a pleasure to have guests from other universities around. Thank you for that. Dan even kijken, moest ik een korte technische in. Ja, ik moet kort iets technisch zeggen. Wij gaan zo dadelijk met de hele groep op de trap staan. Hopen dan dat daar een fotograaf is die dat allemaal vastlegt. Een soort portretje van uw mooie dag, een statieportret van uw latere spreekkamer of op uw studeerkamer. Nou ja, naast dat, die bul die je nou al hebt. Dan kan de rest van, ja, je mag wel even kijken hoe we dat allemaal doen, maar u kunt ook alvast naar de receptieruimte gaan, want wij gaan dan als commissie na die statiefoto even de jonge dokter feliciteren. Dat doen we dan onder die trappen daar, dat noemen ze hier het museum. Nou, dat weten we ook niet wat daar museum achter gaan is, maar dat is de aanspreektitel voor die ruimte. En intussen kunt u dan, want er is geen receptie, begrijp ik, hier, maar die is ergens in de stad. Ja, zeker. Nou, daar gaat, en ik hoop dat u de mensen hebt geïnstrueerd waar dat is, en dan kunnen ze alvast die kant op gaan. Absoluut. Of ze wachten tot u naar buiten komt. In ieder geval, wij gaan hier zo dadelijk de stoet in een stoetzaak verlaten. Als u daar even op wacht, dan kunt u uw gang gaan en wij gaan dan die foto maken en we gaan feliciteren met een klein groepje achter de trap. En dan sluit ik hiermee deze academische zitting.